Hey, Bart Falken hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 72. Jij hebt een hele vette animatie gemaakt in Blender, in je videobewerkingsprogramma gezet, een beetje geluisterd naar de feedback van anderen, korter geknipt en kleuren gegeven. Maar hey, wat ontbreekt er? Muziek en geluid. Natuurlijk kun je overal op internet muziekjes en geluidjes vinden, maar in deze video twee hele vette tools waarmee jij ze zelf kan maken. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje. Maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt en laat eens een leuke reactie achter. Maar pas op, je kan niet zomaar elk muziekje of geluidseffect van internet aftrekken, want heel vaak zitten daar rechten aan vast. Het heeft iemand gemaakt en rechten aan verbonden. En uh, ja, als jij die zomaar onder je video gebruikt, kun je daar problemen mee krijgen. Of dat je YouTube jouw je video blokkeert of wat dan ook. Dus pas op die rechten. Maar waar kun je dan rechtenvrije muziek en geluidseffecten vinden? Bijvoorbeeld bij deze YouTube-studio, BBC Sound Effects of Pixabay. Ik laat het je even zien. Als jij uh, een YouTube-kanaal hebt, dan vind je hier bij je kanaal bij Audio. Bibliotheek hier. En een hele grote lijst van allerlei muziekjes die je kan vinden. En dan kan je hier ook bij licentietypen. Uh, bijvoorbeeld nog kijken of je het echt mag gebruiken en zo. Maar dit is zeker een aanrader. Want als je deze shizzle gebruikt, dan weet je zeker dat YouTube jouw video niet gaat blokkeren. En wat dacht je van deze? Wat onbekende, dat is de BBC Sound Effects. BBC is uh, die Engelse zender en zo. Maar die kun je hier ook allerlei geluids. Uh, downloaden en zo. Volgens mij ook heel erg veel uh, rechten vrij. Niet allemaal, dus daar moet je zelf eventjes goed naar kijken. En wat tof is: je hebt je ook een sound mixer. En dan kan je bijvoorbeeld uh, bepaalde geluidjes aan je mixer toevoegen. En, en dan zeg je hier View Mix. En als ik dan Play All doe. <laughs> Dan speelt het ze allemaal uh, door elkaar af. En dan kan je hier zeg maar download uh, all, of download uh, mix, of record mix. En dan kan je dus die mix in één keer naar jouw computer downloaden. Dan hoef je niet zelf in je video editing programma uh, vier dingen achter elkaar te zetten. Dan heb je dat gelijk al in één. Dus dat is best wel vet. En uh, de laatste tip van mij is Pixabay. En dan kun je heel veel uh, plaatjes vinden. Maar wat je dus uh, ook kan vinden is uh, video's en muziek en geluidseffecten. En die zijn ook allemaal gegarandeerd vrij. dus uh, ja zoek maar wat uh, best wel uh, vette dingen allemaal te vinden op pixabay dus youtube bbc sound effects of pixabay heb je al heel veel effecten te uh, pakken maar let goed op die licentietypes die erbij zitten pim me er niet op vast alright en dan naar de, het allervetste van deze video en dat is een demo van DSP Action and Motion. DSP Action and Motion vind je op Tsuki. Dit is een uh, Japanse bedrijf, een website. maar nou, gelukkig ook in het Engels. Want <laughs> zou ik er niet zoveel kaas zo kunnen maken. En bij products vind je hier een aantal producten: Synth uh, Games Tool, Gamesyn Engine. Een beetje ingewikkeld. En um, hier: Action, Motion, Anime. Fantasy, sci-fi en retro. En met name deze twee, die uh, laat ik je even zien. Die heb ik gekocht. Volgens mij kost hij van 20, 25 euro uh, per stuk. En ik word niet gesponsord door Suzuki. Echt helemaal nul. Maar ik heb mijn eigen zak uh, even leeggeschud. En deze twee tools gekocht omdat ze echt heel erg vet zijn. Waarom? Ik laat het je zien. Maak geluidseffecten door je muis tekeningetjes te maken in het vak hier in het midden. Ja, ik heb even deze koptelefoon opgezet, want dan kan ik het zelf ook beter horen. En dan gaat hij niet ook door de microfoon heen. En als je denkt, wat een gek koptelefoon. Dat klopt, hij is geen 3D-print en ik heb hem zelf in elkaar gezet. Anyways, daar gaat deze video niet over. De video over deze koptelefoon komt binnenkort trouwens wel een keertje online. Als je wil weten hoe ik die heb gemaakt. Klinkt echt super vet, deze koptelefoon. Maar anyways, wat heel erg vet is, moet je kijken. Geluidseffecten maken met je muis. Ik heb nu een soort van luchtgeluidseffect gemaakt door het tekenen van dit lijntje hier in het vlak in de DSP Motion. En uh, ja, ik bedoel, als jij dit specifieke geluidje wil gaan lopen zoeken en vinden op YouTube, Pixabay, BBC of waar dan ook op internet, dat gaat je niet lukken. Je kan wel een geluidseffectje vinden van lucht, maar zo specifiek als dat ik nu net heb gemaakt in één seconde, echt niet. Hier kan je dus door het zetten van lijntjes precies. Dat geluidseffectje dus maken wat jij maar nodig hebt. En hierboven heb je uh, air, fire, metal, paper. Een heleboel uh, soorten. Ja, motion geluidjes eigenlijk. Nou moet je zo over nadenken. Al deze uh, soorten geluiden keer al deze ja ik noem hem eventjes tabbladen move rotate skill peer merge en transform keer al deze sliders van instellingen over de gelijkjes en zo nou als dat de oneindigheid van mogelijkheden niet benadert dan weet ik het ook weer niet en dan heb je ook nog zeg maar alle verschillende lijntjes die je kan trekken met je muis heel erg veel oneindig veel mogelijkheden om wat voor soort geluidjes ook maar te maken, die dus precies passen bij de animatie die jij hebt gemaakt. Dus hoef je niet eindeloos lang op zoek naar YouTube en in je video-editor die geluidjes om je te proberen te bewerken, zodat ze precies passen in de tijd. Nou, nog een voorbeeldje dan, bijvoorbeeld uh, Wood uh, Rotate. Ja, vind dat maar eens ergens op uh, internet. Nou, hier heb je bijvoorbeeld Wood Rattle, dan kan je de uh, ratel een beetje uitzetten. De impact een beetje hoger. Meer cracks. Uh, hogere toon van die cracks. Bij random play. Dan gaat hij een beetje random instellingen een beetje veranderen, zodat je andere variaties krijgt. En uh, super vet. Maar wat ook heel handig is, je kan jouw animatie dus hier in DSP Motion laden. En helemaal synken met je video. Wat ook heel erg vet is als je hier op video klikt, dan krijg je hier een videobestandje. Dan kan je hier op open klikken en dan open je je video en dan krijg je dat dus hierin te zien. En op het moment dat je met je muis een lijntje zet, gaat de video afspelen. Net op. Nou, als je dan iets beter je best doet dan ik net, maar je snapt het idee, dan kan je dus de. Het lijntje, dus de lengte van je animatie, of van je geluid, zeg maar. En wat dat geluid moet doen. Dus perfect matchen met je video die je dan in beeld ziet. Echt heel erg slim bedacht van Toochie. En um, ja, op die manier kan je dus je geluidjes allemaal maken. Kun je ook even sluiten. Nou, als je geluidje klaar is, dan kan je deze op uh, Save klikken. En als je op Save klikt, dan kun je dus ook dit uh, project Save, zeg maar. Ik heb hier een aantal high brul, string, motion, water 1. Uh, dan kun je het project dus saven, maar je kan ook op render drukken en dan slaat hij hem dus uh, op als uh, .wav file. En dan kun je die dus inladen in jouw video editor en aan de slag gaan met jouw geluid. Um, wat één nadeeltje wel is, zeg maar, ik heb nu dit uh, gemaakt en ik zou hem eigenlijk zeg maar, op willen slaan en daar weer een geluidje overheen willen leggen, zodat ik al in dit programma een mix kan maken, maar volgens mij kan dat niet echt. Dat was DSP Motion. Maar je hebt ook DSP Action. Een apart programma moet je apart voor betalen. Um, een paar tientjes, niet veel. En moet je kijken, hierboven heb je weer allemaal van die uh, mogelijkheden. Anime, Blade, bodyfall, een heleboel. En hier weer break hit, move, scrape, start, stop en transform. En hier weer allerlei instellingen per geluidje. Het werkt hetzelfde als wat ik je net heb laten zien. Bijvoorbeeld, ik heb hier punch en dan zet ik hem op hit en dan ja, het is gewoon super grappig. Wat ook heel leuk is, is stereo spread. of bijvoorbeeld, uh, hey, stop eens even. Bijvoorbeeld op uh, 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 Move set of zo. Check de stereo spread. Out. Dan hoor je hem echt zeg maar van links naar rechts gaan. Um, Super vet. Dus DSP Action en DSP Motion. Het kost een paar tientjes, maar het is echt zo de moeite waard als jij met je muis gewoon op computer je eigen geluidseffecten wilt maken. Dus DSP Motion en Action. Het kost een paar tientjes, maar het is echt heel veel lol. En het scheelt je zoveel tijd, omdat je dus precies die geluidjes kan maken die je wilt hebben. Het is gewoon geinig om te doen. Hey, maar hoe doe je dat dan? Muziek en geluid toevoegen aan je animatie? Ja, het is gewoon een kwestie van al die geluidjes in je video-editing programma laden. En als clips in je tijdlijn onder elkaar zetten. En dit is een beetje het resultaat. Het zijn er echt ongelooflijk veel die ik heb gebruikt voor mijn animatie. Heel veel lagen. En er is wel een heel groot gevaar. Als jij al die geluidjes onder elkaar gaat zetten en je speelt er te veel tegelijkertijd af, dan gaat die meter in het rood. En zorg daarvoor dat deze meter, ik kom er niet bij, groene scherm, komt niet zo ver, <laughs> niet in het rood schiet. Want dan krijg je heel erg van die... Overstuurde geluiden. En dat is heel erg lelijk. Nou, ik ga in deze video niet uitleggen hoe jouw video editing programma na keuze werkt. Premiere, Resolve, Hitfilm of wat dan ook. Als jij deze training hebt overleefd en je hebt in Blender een animatie gemaakt, dan is een beetje video editor. Daar schrik jij niet van. Dat kan jij wel. hey dit over muziek en geluid. Ik zie jou in de volgende video. En dat is de aller, aller, allerlaatste. Dat wordt een soort van. En ik ga alvast een beetje vooruit kijken, een beetje teasen, naar de volgende Blender vervolgtraining. Wat? <totstuk> Maak iets.